De meeste kinderen hebben gewoon een vader en een moeder, maar sommigen hebben twee moeders. I've wanted children since I was about two. People used to say, it's a shame you can't have kids, Chris. You'd make a lovely father. I used to say, yeah. Of twee papa's. We're very keen to use the same donor the second time round. Alles is mogelijk tegenwoordig. He's fantastic. He's one of the better donors. He achieved his 10 pregnancies very quickly. And those are moving very well. Very good sperm. Het is even slik als je het hoort, maar wat maakt het toch uit? Pink Parents, zondagavond om 8:30. Op een dag kom je thuis. Je kijkt, je ziet daar... Ja, je allerbeste vriend. Iets naast je vrouw. Je kijkt goed en je ziet dat ze je vriend is. Die dingen gebeuren, helaas. Zij is bij mijn vriendin aanslopen en ik ben op zijn plaats geslopen. Nou, bleef het maar gewoon bij slapen. Dan was er misschien wat minder ellende geweest dan nu. Bedrogen door je beste vriend. In Jambers. Zondagavond, 9:30. RTL 5. Goedenavond, ik ben Diana Snow en u kijkt naar Vijf in het Land. Met vanavond... Kattenhater actief in Hogerheide. Lode grafkist uit Romeinse tijd gevonden in Nijmegen. En in het groot verhalenboek een spook met een luchtje. Katten met een strop om de nek, met gif in het lijf of beschoten met hagel. In het Brabantse Hogerheide zit de schrik er goed in. Steeds meer katten worden mishandeld. Ze worden verzwakt teruggevonden of komen helemaal niet meer terug. Vooral in de omgeving van de Kloosterstraat verdwijnen er katten. Waar het anders wemelt van de beesten, zie je er nu af en toe maar eentje. Ik kwam ineens niet meer thuis en toen hebben we natuurlijk alles afgezocht en afgebeld. En nergens te vinden. En hij was gechipt, dus als die dood zou zijn, zou die waarschijnlijk wel ergens gevonden worden. Maar toen ik rond ging vragen, bleek dat er hier in de buurt heel veel katten verdwijnen. En ook niet nu alleen, maar ook al in het verleden. Dus we zijn bang dat onze kat niet op een leuke manier aan zijn eind is gekomen. Maandagavond kwam mijn kat thuis en die had dit om zijn lijf zitten. En dit is, dat wordt normaal gebruikt als een kattenstrop, zeg maar. Ze lopen erin en omdat ze dan gaan woelen, knikt dit vast en dan stikken ze. Alleen mijn kat heeft het geluk gehad dat het afgebroken is. Bij het meldpunt voor vermiste huisdieren regent de telefoontjes. De meeste meldingen komen uit Hogerheide. In een tijd van 1 jaar zijn er 26 waar ik nog niets van gehoord heb. Ik doe dit werk nu vanaf 94, dacht ik. Maar het is de afgelopen 3 jaar heel erg in Hogerheide. Maar het is ook wel iemand die geen idee heeft wat hij een ander aandoet. Want ja, we hebben er best heel veel verdriet om die poes. En het is nu 5 weken geleden, maar zeker in het begin. En je weet dan ook niet wat er is gebeurd. Dan is dat heel naar. En dat drukt best een stempel. De politie heeft maar weinig aanknopingspunten. Want slechts 2 eigenaren hebben aangifte gedaan van de mishandeling. Ik heb wel aangifte gedaan bij de politie. Dat mijn kat met die strop thuis kwam. En nu? Ja, nu niks. Nu is het maar afwachten of het helpt. En er is een stukje in de krant gezet, dus misschien schrikken ze ervan, ja. Het is maar goed dat degene die dat gedaan heeft zich waarschijnlijk nooit zal melden. Maar als ik hem hier voor me had, dan weet ik niet wat ik zou doen. Maar ik ben ontzettend neidig. Een lode grafkist uit de Romeinse tijd kwam in Nijmegen boven de grond bij graafwerkzaamheden in de binnenstad. Het gaat om een zeer bijzondere historische vondst. Nou, een heel bijzondere vondst is dit. Van een looie sarcofaag, de eerste in Nederland. En die is gisteren gevonden in de Burgstraat in het centrum van Nijmegen. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou, het hele bijzondere is natuurlijk dat het de eerste in Nederland is die we kennen. Een van de zeldzame exemplaren ook uit de verre omgeving. Van dit exemplaar is in de 4e eeuw na Christus te dateren. En we denken dat, ook al, omdat we al een beetje van de schedel kunnen zien, dat hier een vrouw in begraven is. Ergens rond 340, 350. Het gaat waarschijnlijk om een belangrijke christelijke dame.
De grafkist was afgedekt met stoeptegels uit de Romeinse tijd. De kist moet nog worden onderzocht. En archeologen verwachten aan de binnenkant nog meer bijzonderheden te vinden. We zien hier heel mooi een paraleisje, wel erg gecorrodeerd. Maar na restauratie ziet dat er weer als nieuw uit. En mogelijk dat aan de binnenzijde van de kist nog meer versieringen zijn aangebracht. De sarcofaag lag op 3 meter diepte en werd ontdekt tijdens werkzaamheden aan het riool. Ja, hier is gewoon een paar meter verderop in de rioolsleuf. Onder in het gele zand. Het zat op een diepte van 3 à 4 meter. En het is helemaal ingegraven vanaf het niveau van waar wij hier nu staan. Dit was al het loopniveau in de Romeinse tijd, in de 4e eeuw. In de buurt van de kist zijn al meer vondsten gedaan, zoals een kelder uit de Romeinse tijd. En ook werd kort geleden een turfstenen grafkist ontdekt. Archeologen verwachten in deze omgeving nog meer ontdekkingen te doen.